De samenwerking is een regionale coöperatie die inmiddels al 106 jaar oud is. En opgericht door veehouders hier uit de streek. Inmiddels heel veel fusies en overnames. Verder zijn we beland bij de samenwerking op dit moment. En dat vanaf volgend jaar dan zijn we samen met ABZ Diervoeding en wordt het ABZ De Samenwerking. Bij de samenwerking hebben we een hecht team van 65 medewerkers. En een hele goede, warme sfeer onderling ook. Dat merken we ook aan de verschillende jubilea. Een wagenpark van 9 auto's, waaronder een losgestort auto en een eigen zakgoedwagen. Personeelsvereniging die zeer actief is en die zorgt voor warmte en gezelligheid binnen het hele bedrijf. De samenwerking is echt een regionale coöperatie, dat betekent samenwerken. Dus ik ben altijd ook heel blij met de naam De Samenwerking. Want het gaat hier over samenwerken en dat geldt samenwerking met de veehouders, wat we doen als buitendienst. Maar ook samenwerken in het team met elkaar, dus met alle afdelingen, chauffeurs, productie, kantoor. En ook we hebben een welkoopwinkel hier in Haastrecht. Dat loopt ook hartstikke goed. Een aantal jaren geleden hebben we een nieuw pand betrokken. De mensen weten de winkel ook zeker heel goed te vinden. Naast de verkoop van de voeders van de samenwerking kunnen onze klanten ook terecht hier bij de welkoopwinkel voor de kleinere artikelen zoals werkkleding, gereedschappen en kleine diervoeders. En bij ons staat de klant centraal. Mijn functie is verkoopleider. Ik ben hier dus de verkoopleider van de samenwerking. Ja, we vinden het gewoon heel belangrijk om veehouders ook te adviseren wat hun past. Dus wij kijken echt klantgericht, maatwerk. Het rendement van de veehouder, dat zetten wij op nummer 1. Dat vinden we ook belangrijk en zo werken wij ook in de buitendienst. In het afgelopen jaar hebben we hier op onze locatie in Haastrecht ook een nieuwe loods gebouwd. En dat was ook hard nodig, want wij doen ook steeds meer advisering rondom boerenartikelen. En daar de verkoop van. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld maaizaad, graszaad, inkoudmiddelen en dat soort producten. 106 jaar geleden is deze coöperatie opgericht, met name over voer. Maar in de afgelopen jaren zijn we steeds meer ontwikkeld naar advisering op, ja, eigenlijk totaal advisering op de bedrijven. Dus niet alleen voer, maar ook juist ruwvoerteelt, maïsteelt en dat soort zaken. En je ziet dat die tak ook goed ontwikkeld is in de afgelopen jaren. Ook hebben we op deze locatie een eigen demoveld. En niet alleen hier, maar ook op 4 andere plaatsen in het werkgebied. Dus in totaal 5 demovelden. En dan laten we onze klanten en leden ook elk jaar zien hoe de maïs groeit, wat daar de aandachtspunten voor zijn, welke rassen er weer nieuw zijn en alle actualiteiten daaromheen. Dus dat is ook een speerpunt voor ons, dat we ook in de advisering ook echt die ruwverteelt ook meenemen. Dat vinden we ook belangrijk, omdat vaak dat ook de basis van de rantsoenen van onze leden is.